We hebben hier samen met ons, met mijn vrouw en mijn kinderen, hebben we hier een familiebedrijf. Op dat familiebedrijf hebben we rozeekalver en biologische legkippen. Je moet het zo zien, wij hebben een bedrijf en ik zeg wel eens, een bedrijf is één gezin, dus één manier van leven. Samen met mijn vrouw voed ik onze kinderen op, proberen we. En samen met mijn vrouw verzorgen we onze dieren. En de kinderen helpen daarmee mee. Wij zorgen voor de dieren. Die dieren produceren vlees, ze produceren eieren. En dat is ook onze inkomsten. Maar het is ook onze manier van leven. De staal die wij hier gemaakt hebben, dat is een staal die op dierwelzijnsgebied aan alle eisen scoort. We hebben ook een ster voor beter leven. Maar wat daarnaast ook heel belangrijk is, wij willen ook aan het milieu denken. Deze staal is uitgevoerd met alle innovatieve systemen, zoals schuiven die de mest scheiden. Cooldeck systeem die ervoor zorgt dat warmte uit de mest teruggewonnen wordt en dat we die weer kunnen gebruiken als verwarming in ons huis. Doordat we de mest scheiden, krijg je dus geen stikstofvervluchtiging in de lucht. Dus ons bedrijf produceert ook heel weinig stikstof. De mest van deze staal die gaat naar een bioverkister toe. En daar produceren ze 3 keer zoveel energie als dat ik in mijn totale bedrijf gebruik aan energie en elektriciteit. Ja, dat is los. Ik ben boer in hart en nieren. Ik zorg voor beide diersoorten even goed of het nu gangbaar gehouden is of biologisch gehouden. Alleen met de kippen hebben we de mogelijkheid om biologisch te produceren, want de consument wil daarvoor betalen. En daar bedank ik de consument voor. Dat vind ik fijn om te doen. Bij de kalver is dat nog niet het geval, dus daarom kan ik bij de kalver nog niet biologisch produceren. Nou, wat wij voor het dierwelzijn van onze kippen doen, is zoveel mogelijk dat we het buiten aangenaam maken. We hebben hier, zoals je ziet, allemaal gescheidene boomwortels, zodat het droog blijft. Een kip zit wel graag in de modder, maar dat is niet zo goed voor zijn gezondheid. We hebben hier veel beschutting gecreëerd, zodat de kippen lekker in de schaduw kunnen scharrelen. Wat we in de stal doen, is bijvoorbeeld, we hebben allemaal stokken in de stal gemaakt waar de kip 's nachts op gaat zitten. Een kip is een bosdier van herkomst. En dus als die kip 's nachts wil gaan slapen, wil die op de hoogste stok gaan zitten, boven de boom. Nou, dat zijn allemaal dingen die je probeert te creëren in die stal. Om toch het natuurlijke gedrag van de kip zoveel mogelijk te beïnvloeden. Op het moment dat ik ook met de kalf naar biologisch zou willen, dan zal ik ook uitloop voor de kalf moeten creëren. Dus dat de kalf ook de wei in kunnen. Dat kan op dit moment niet. Maar dan zal ik mijn stal ook aan moeten passen. Mijn voersysteem aan moeten passen. En dan zal ik knappe investeringen moeten doen. Maar daar heb ik er wel voor over als dat in de toekomst zo zou zijn. Het mooie van het vak is dat en het privé en het bedrijf met elkaar verweven is. En dat is, voor sommige mensen zou dat heel belastend zijn. En voor ons is dat niet zo, omdat wij ook de vrijheid van het boerenleven hebben. En ons gezin en onze dieren, dat is gewoon één, dat is in principe één gezin. Dat maakt het mooi. En dat is niet dat we alleen maar werken, dat is ook met privé. Kijk, het privé loopt ook door elkaar. Kijk, ik ben ook altijd thuis als vader. Kijk, en als mijn kinderen even tussen de middag om 2 uur opgehaald moeten worden bij een vriendje, ben ik er ook. En de kinderen helpen ook mee op het bedrijf, dus het is een wisselwerking van alle kanten. En dat is wel iets dat ik graag mee zou willen geven. Waarom? Om te laten zien dat er echt zorgvuldig met voedselproductie omgegaan wordt. Voedsel is onze eerste levensbehoefte. Dat is wel eens jammer als je ziet dat wij 80, 90 uur in de week met onze dieren bezig zijn om voedsel te produceren. Dat mensen wel eens niet in de gaten hebben dat het maar een heel klein gedeelte van hun besteedbaar inkomen is wat aan voedsel aan de eerste levensbehoefte besteed wordt. En als elke consument daar iets en ook de politiek daar iets voor over heeft, dan is het ook een win-win situatie. Welk vind je de mooiste van die kalfjes? Ja, vind je ze allemaal mooi? Ja. Ze zijn ook mooi schoon, ze glimmen mooi. En wij zorgen ook dat de dieren het goed hebben bij ons, hè?
Dat is heel belangrijk, want als je voedsel produceert en de dieren hebben het niet goed, dat is niet fijn, hè? Daar gaan ze juist dood van. Ja, dat moet niet, hè? Er zijn mensen die vinden dat de natuur in Nederland ook een plaats moet hebben. En dat is terecht. We moeten ook zorgen dat we mooie natuur in Nederland houden. Alleen je merkt op het moment dat de economie moet draaien. En om toch aan de milieueisen te voldoen, moeten de boeren wijken. En dus wie wijkt er? Diegene die de eerste levensbehoeften produceert. En dat is een moeilijk iets waar ik heel moeilijk mee overweg kan. Waarom? Wij produceren de eerste levensbehoeften. En laten we dan zeggen, de luchtvaart of grote industrieën, die produceren veel meer stikstof. Maar die brengen geld in het laadje voor de politiek. Dus die moeten blijven draaien. En daarom moeten wij aan de kant. En ik denk dat dat de verkeerde weg is. Is er een toekomst voor onze zoon op onze boerderij? Ik denk dat er een toekomst is. Dat hangt wel af van de politiek en de consument. Als de politiek en de consument het liever de producten ergens elders gaat halen dan in Nederland, minder duurzaam, minder milieuvriendelijk, minder dierwelzijnvriendelijk. Als dat de toekomst is, dan is er geen toekomst voor Milan. Als de consument in Nederland en als de politiek ons waardeert in het duurzame houden van dieren en van voedsel produceren, dan is er inderdaad toekomst voor Milan. In Nederland zijn we zo innovatief. In Nederland hebben we zoveel techniek in huis. Dat we ook milieu en dierwelzijn heel goed kunnen managen. Heel goed een handvat kunnen geven. En op die manier denk ik dat er wel toekomst voor Milan in Nederland is. U kent ons van de boerenprotesten de afgelopen maanden. Maar nu even niet. Nu werken onze boeren hard voor eerlijk en veilig Nederlands voedsel voor iedereen en om onze bedrijven overeind te houden in deze crisis. Voor de toekomst van ons Nederland.